Yo, what up? Het is je boy Demo en je kijkt weer naar een nieuwe reeks Judgments. En dit keer gaat het om de bijna finale event die we hebben gehad. En de battle die we vandaag gaan beoordelen is die van W.E.N.N.A. Music tegen de Swollenaer. Ik ben zoals altijd met mijn vertrouwde juryleden. Hier aan mijn linkerkant Tim Beumers en Excellent. Rechts van mij heb je Kimo en de gastjury van deze reeks, Menes D. De Swollenaer, W.E.N.N.A. Music. Ik begin gelijk bij Menes D. Dankjewel. Wat vond jij van deze battle? Ja, ik vond ten eerste de meeste battles aardig zwak komen, dus ja, dit is er ook eentje van. Ik vond de presence van W.E.N.N.A. vond ik heel sterk. Ja, hij stond er echt meteen bam en er zat geen twijfel in, dat vond ik bij Swollenaer wel. Okay. Ik merkte dat... Je geloofde hem niet echt? Nee, nee, en ik merkte dat het publiek hem ook niet echt geloofde. Al vond ik wel dat Swollenaer de lijn van de battle had met... W is in de house, maar ze kenden er niet. Daar was ook het meeste reactie op. Ja. In zijn tweede ronde, maar buiten dat, ja, had hij een paar lijntjes ertussen zitten. Iets met een kroephoeklijn of een stotterlijn, een condoom. Dat vond ik wel een beetje leuk verzonnen. Ik heb het gevoel dat je totaal niet tevreden bent ofzo, over deze battle. Nou, ik ging er... ik ben wel tevreden, maar het is niet dat ik denk van wauw, dit is echt... Het is echt een super battle. Okay. Dus er waren slechtere battles vandaag. Wat had je beter gewild? Is dat een goede Nederlandse zin? Nee. Ja, dat is een goede Nederlandse zin. Zo een kutvraag. Wat had ik beter gewild? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik vind... misschien tips voor de boys ofzo. Ja. Tips van de champ. Dames en heren, de champ. De champ is hier. Die kosten geld, dus dat... Nee, ja, tips weet ik niet, man. Ga iets langer door met schrijven en wees iets kritischer op jezelf of zo. Maar ik vond... ik heb het net over Swollenaer gehad. Ik vond, wat ik net zei, de presence van W.E.N.N.A. vond ik heel sterk. En die beschreef hem ook echt als zijn kindje, als zijn stiefkind. En dat heeft hij de hele tijd vast weten te houden, waardoor ik ook automatisch kreeg van, kijk nou, deze kleintje, ja precies. Van hem, ja. En dat vond ik wel, tof. Hij deed in ronde 2 nog een bivakmuts op. Ja, dit is een beetje daylight shit, maar... Ik snapte niet echt, zeg maar, wat... ik weet niet. Ja, misschien intimideren of zo, I don't know. Het was niet echt alsof hij een scheme had over die masker. Ik had zo'n G-Unit flashback van die Young Bakhoes. Ik denk, hij... maar... Is dit zeg maar zo'n, vaak zeggen jullie in dit soort judgments van als je een props meeneemt, zorg wel dat het... Het had geen meerwaarde. Het was leuk om te zien, maar het had geen meerwaarde. Ja, aan het begin dat hij ging inbreken en dan weet ik het allemaal. Maar het was geen punch ofzo. Ja, dan moet je ook al je hele ronde spenderen aan het feit dat je dan dat traagje bent. Die hele ronde, ja. Ja, en dat gebeurde niet, dus dat vond ik een beetje jammer. Ik vond... ja, dat vond ik er een beetje van. Oké. Dus. Duidelijk. Tim, ben je het een beetje eens met Ja, ik ben het wel een beetje eens met Menes D. Ook niet zo een toffe battle? Of? Nou, ik vond W.E.N.N.A. vorige keer best wel heel tof. Dus dan krijg je zeg maar meer verwachtingen van tegen elkaar bij ze. Tegen, dat weet ik niet. Elkaar bij. Oké, top. Ja. Geloof me op mijn woordje. Ja, ik ben de connoisseur. Ik zou, je hoeft niet op te scheppen. Ja, inderdaad, dat stiefvader, stiefzoon bellen. En ook dit keer ook weer. Dit is geen ontgroening, dit is de babyvoeding. Dacht, dubbele rijm. Jij houdt wel van die double rijm. Het klinkt gewoon beter. Weet je? Gewoon 3, 4 klanken rijmen is gewoon. Show some effort. Ik had het gevoel dat hij een. Ja, tuurlijk, man. Kom op, man. Ik bedoel, enkel rijmen kan iedereen. Freestylend. Ik had W.E.N.N.A. was al volgens mij zijn tekst kwijt. In de derde ronde, volgens mij compleet, want dat was aan het freestylen. Ja, dan was die vleeshaak shit, als dat freestyle was. Dan ik was heb het idee dat, hij was om zich heen aan het kijken en hij pakte een paar dingen aan. Hij rebuttelde in eerste instantie op iets en toen ging hij door en ik haatte als ik mezelf het woord rebuttelde. Dat vind ik echt zo'n rap nerd-term. Maar als ik heel eerlijk ben, ik heb zeg maar altijd het gevoel van dat ik twijfel. Nee, sinds de vorige keer niet. Nou nee, want de vorige keer was er volop, daar zat er echt shit. En nu ook weer had op een gegeven moment heel stuk over W.E.N.N.A.'s ma, of over Swollenaer's ma, over die Ankie van Grunsven met de paardenbackstuk. Ik was ook trouwens dit keer Swollenaers, maar die had besloten om dit keer gewoon tijdens de battles niet naar boven te gaan. Ja. Om zo zeg maar echt in direct line of sight te staan. Ik dacht, ah, je hebt geleerd de laatste keer. Ja, en ik vond... Ik vond, ja, met Swollenaer is, ik vind hem hard, maar wat hij echt moet leren is dat hij doet nog steeds een soort van gefrustreerd door dingen heen praten als hij gedist wordt. Dat hij soort van, ja, nee, dat hij echt zo'n blik krijgt van, wat echt gewoon een vibe geeft van, ik ben geraakt. Ik zag dat toen Wenna zei van, je was er nog niet voor de gulden. Toen zei hij, jawel, want de gulden was in 2013 en ik kom in 2012. Nobody cares. Dan denk ik van, vriend, als je 1 jaar bent, gebruik je ook geen geld. Dus ja, je hebt sowieso geen geld. Maar buiten dat om, doe het gewoon niet. Ja. Ja, toch, want dan, zodra je reageert, denk ik, oh, het raakt je. Ja, toch? Ja, 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 ja. Okay. Net zoals toen iemand jou diste en je altijd 3 keer terug kwam. En met dat, en Wenna had weer een paar van, je ruikt nou ook zo hard! Zo, oké. Oké. Hij ruikt ook zo hard dan. Ja, oké, duidelijk. Maar al met al, als je een soort van samenvatting zou moeten geven van allebei... Ik vond ze allebei niet op hun, op hun top kunnen presteren. Nee, als ik heel eerlijk ben. Het stukje over Jeeves vond ik nog wel leuk, waar Swollenaer het over had. Dat is zeker dat die Wenna met Frenna Music noemde om een vermeende... onderling conflict tussen W.E.N.N.A. en Ramsey. Ja, ja, ja. Ook dat Ramsey eerst voor hem schreef en nu. Ja, en nu niet meer, anders. Want W.E.N.N.A. probeerde het zusje van Ramsey te nemen. Ja, nou, dat is mijn ding. Yes! Dat vind ik leuk. Ja. Ja. Kimo, jij bent ook wel van de, jij houdt ook wel van de personal dingens, altijd, toch? Ja, het is niet oké om iemands zusje te neuken, laat ik daar mee. Daar wou ik het dus inderdaad straks over hebben in een andere band. Die heb ik letterlijk in een andere band voor straks dat gesprek. Kom. Nee, ik ben het ermee eens dat het niet hun beste performance was, maar ik vond het ook zeer zeker niet de slechtste performance. Ik vond het wel goed van Swollenaer dat hij groeit wel. Dit is niet zijn beste performance, maar hij is wel gewoon gegroeid in POB. Hij zit een soort van stijgende lijn in. Weet je, hij hield zich best wel goed staande, vond ik. Hij liet zich niet, kijk, Wenna is natuurlijk aanwezig, die staat er, weet je, die is in your face. Maar ik had niet het gevoel dat hij zich, ja... Hij was een pushed over, zeg maar. Nee, hij ging er gewoon voor. Inderdaad verstandig dat zijn maat bij ons was gaan zitten. Bij jou toch? Ja. Nou, is dat verstandig? Nee, bij Tim niet, maar bij mij wel. Ik ben een hele nette getrouwde jongeman, dus naast mij kun je gewoon... Dat jongeman gooit de rest van je systemen ook gelijk aan de kant. Maar nee, ik vond dat van Swollenaer prima. De meeste van de bars die de moeite waard zijn, heeft onze grote vriend al genoemd. Ik vond dat W.E.N.N.A. dat stiefvader-stiefzoon ding leuk natuurlijk, naar aanleiding van wat er vorige keer is gebeurd. Je zou het bijna gaan geloven. Ik vond ze een bitch, ik lust geen spruitjes slime. Ja, bij W.E.N.N.A. Hij redde het redelijk goed met zijn freestyles op het einde, dus hij chokte niet even, maar hij was wel zijn tekst kwijt. Okay. Dat was wel duidelijk te zien. Dat vond ik zonde, zeg maar, vooral als het aan het einde is. Als je het ergens in het midden doet, maar heel sterk eindigt, dan kan ik je daar iets meer vergeven. Ik denk niet dat het publiek dat doorhoudt. Ik denk dat ze benadrukken we het nu 3 keer. Ja. Publiek? Dat was zijn tekst. Nee, het was, ja. Maar het is wel kramp, het is kramp dat als het publiek het niet doorheeft, maar je merkt er toch... Je merkt het, zeg maar, zeker als je er een soort van verstand van hebt. De dubbelruis verdwenen, de lijn door de bars heen verdwenen. Hij was zeg maar random dingen aan het poelen van oh dit, dat. En op zich nog steeds daarvoor was het knap wat hij deed. Of niet excellent? Ja, maar dat zeggen, last but not least. Excellent. Ja, ik vind dat W.E.N.N.A. echt is verbeterd, man. Okay. Tegenover de W.E.N.N.A. die we in het begin zagen. Sowieso. Vergeleken de W.E.N.N.A. die we nu zien. Er zit wat meer consistentie in. Ik vond W.E.N.N.A. gewoon goed, gewoon, man. Ja. Als je kijkt hoe W.E.N.N.A. begon bij Punchout en nu zit gewoon structuur in zijn shit. Ja. Er zitten gewoon kloppende dingen in. Gewoon, en dat gebeurt ook. In het begin leek hij een beetje een losse projectiel of ongeleide projectiel. Ja. Ja. Maar nu komt W.E.N.N.A. gewoon met gestructureerde tories. Ik vond hem gewoon dope. Ik vond W.E.N.N.A. sterk. Vorige keer was hij heel hard. Ja, omdat hij juist zo goed was vorige keer. Leek hij nu minder. Daarom zeg ik, daarom vind ik dit niet zijn beste. Maar ik vond W.E.N.N.A. gewoon dope deze keer, man. Sowieso. Swollenaer die heeft ook een soort van peak performance gehad tegen Draak, volgens mij, die mirror match tegen Draak. En daardoor lijkt hij nu ook weer wat minder. Maar Swollenaer was ook wel degelijk. Op level. Maar hij was vergeleken ook met het begin van zijn. Ja, precies. Sowieso. Maar Swollenaer die moet ook tegen zijn eigen shit vechten. Weet je wel, die performance die hij bij Draak had neergezet, kreeg je een reactie om de 4 bars of zo, man. Ja. Dat is moeilijk om te evenaren, man. Ja. Maar wat kan hij dan nog doen volgens jou? Om... Hetzelfde doen wat hij toen deed. Whatever het was dat hij toen deed, moet hij gewoon blijven doen. Okay. Dezelfde energy moet hij... Alles gewoon, alles van delivery, energy, inhoud, alles gewoon. Okay. Yep, maar allebei waren gewoon goed voor ik. Niet slecht, niet de beste vandaag, maar zeker niet de slechtste. Okay, nou, ik ben heel benieuwd hoe goed jullie ze dan precies vinden en dat gaan we nu uitvogelen met de cijfers. Laat me gelijk weer bij Menes D beginnen. Jouw cijfers voor deze battle Gast jullie cijfers, altijd spannend. Ik vond dat W.E.N.N.A. de battle had, okay. Want voor mijn doen. Dus W.E.N.N.A. geef ik een 7. Ja. En ik vond Swollenaer. Ja, als je hem zo ziet dan denk je, dit is een klein mannetje, maar hij kwam toch wel sterker uit de hoek dan verwacht. Maar ik vond hem zwakker, dus ik geef hem een 6,5. Okay. Halve punt verschil, zeg maar. Ja, eigenlijk wou ik hem een 6 geven, maar hij had wel de lijn van de battle, vond ik, waar de meeste kruidreactie op kwam. Dus krijgt hij een half puntje bij. Okay. Tim, jouw cijfers? Ik vond volgens Swollenaer iets beter. Ik weet niet waarom, maar volgens mijn cijfers. Ik had W.E.N.N.A. 6,9 en Swollenaer 7. Maar het spannende een beetje, het kon links of rechtsom. Misschien dat ik die condoom geven en die housebar, oké. Okay. Vooral omdat W.E.N.N.A. in de laatste ronde de tekst kwijt was. Dat was volgens mij het verschil. Dat ik dacht van oké, dan geef ik hem net aan Swollenaer. Oké, maar het was heel close voor jou wel. Ja. Ja. Oké, duidelijk. Kimo? Ik ben het eigenlijk met de champ eens, man. Ik vond ook dat dat W.E.N.N.A. eigenlijk wel de battle had. Het is niet geen bodybag of zo. En als hij de derde ronde zeg maar sterk had afgesloten, dan had ik hem meer verschil gegeven. Maar ik ben ook op een 7 uitgekomen voor W.E.N.N.A. Music en een 6,5 voor Swollenaer. Oké, dus net W.E.N.N.A. Net W.E.N.N.A. Oké. Excellent. Swollenaer 7, W.E.N.N.A. 7,5. Oké, duidelijk. Ik ga dit even snel voor jullie uitrekenen, dan ben ik zo terug met de gemiddelde cijfers. Ondertussen heb ik de cijfers van jullie uitgerekend en is het zo dat de Swollenaer is geëindigd op een 6,5 en W.E.N.N.A. Music is geëindigd op een 7,1. Natuurlijk zijn dit niet de enige cijfers die beslissen wie er heeft gewonnen. Ook jullie hebben mogen stemmen en als je nu naar punchoutbattles.nl gaat zie je wie er uiteindelijk heeft gewonnen. Volg ons natuurlijk ook op YouTube, Zware Jongens en op alle social media Punchout Battles. Je weet zelf, mijn naam is Demo. Bedankt voor jullie leden Tim Beumers, Excellent. Kimo en Menes D gastjury. Mijn naam was Demo en ik zie je de volgende keer. Punchout Battles, The Judgments. Draak!